Bij het rekenen met krachten is het heel vaak nodig om de juiste plaatjes te tekenen. Heel belangrijk, de juiste plaatjes tekenen. Dat ga ik even aangeven met een voorwerpje. Even kijken hoor. Stel, we hebben een katrol. En om die katrol heen loopt een touw. En dat touw dat gaat hier naar beneden. En dat touw gaat daar naar beneden. En die teken ik even wat langer. Want stel dat hier iemand staat en die trekt dat touw naar beneden. En die staat op de grond. En hier hangt een gewichtje. En dat katrolletje die zit hier vast. Ja, die zit aan een pin vast of zo. Ja, als ik hier krachten in wil tekenen, dan is dat nogal best wel lastig. Want kijk, deze kracht kan ik nog wel tekenen. De zwaartekracht op dit voorwerp. Stel dat dit een zware doos is of zo. Dan kan ik hier een zwaartekracht tekenen. In deze richting werkt die. Want hij werkt duidelijk op de doos. En hij werkt ook duidelijk naar beneden. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Maar als ik hier een kracht zou willen tekenen, bijvoorbeeld bij dit punt. Hè, die persoon die trekt aan het touw. Maar eigenlijk trekt het touw ook aan de persoon. En de persoon die trekt het touw naar beneden. Maar het touw trekt eigenlijk aan de hand van deze persoon omhoog. Dus is het nou, als ik hier een pijl zou moeten tekenen. Teken ik die dan naar beneden of teken ik die dan omhoog? Hetzelfde heb je als probleem dat je. Stel je hebt een fiets of een, nou laten we een auto pakken. Een auto en dit wiel is aangedreven. Even kijken of ik daar ietsje erg slecht ben ik hierin, maar dat geeft niet. Stel dit is de vooruit koplamp. Zo, hij gaat die kant op. Stel dat deze auto die rijdt op de weg en dat die gas geeft. Dan met gas geven laat hij eigenlijk zijn wiel harder draaien. Harder dan de weg. Maar dat kan niet harder dan de weg. Dus wat doet dat wiel? Die drukt als het ware de weg naar achter. Maar de weg duwt in feite de auto naar voren daarmee. Want ja, de weg naar achter duwen. Dit zijn dan twee voorwerpen. Je hebt een wiel en een weg. En we hebben net geleerd dat actie is min reactie. Dus als ik een voorwerp naar achter duw, duwt in feite dat voorwerp mij naar voren. Dus de auto wordt door de weg naar voren geduwd. Dus als ik hier zo een kracht zou willen tekenen, dan wil ik hem graag naar voren tekenen. Maar in zo'n plaatje kan ik dat niet doen, omdat het niet helder is. Want ik zie een weg en ik zie een auto. Dus het is niet helder als ik hier een kracht teken. Werkt die kracht nou op de weg of werkt die op de auto? En daarom is het heel belangrijk om altijd een vrij lichaamsschema te tekenen. Nou, daar ga ik even uitleggen. Een vrij lichaamsschema, heel vaak wordt die afgekort gewoon als teken een VLS van het volgende voorwerp. Of nou ja, in vraagstellingen wordt dat altijd VLS genoemd, vrij lichaamsschema. Een vrij lichaamsschema is niks anders dan dat je het voorwerp tekent zonder het andere voorwerp. Dus ook al zijn er krachtenuitwisselingen tussen de auto en de weg, ik teken dan alleen de auto. Of in dit geval, ik heb een katrol, ik heb een persoon. Als ik krachten wil tekenen, teken ik of die katrol met die touw, met dat touw, of ik teken de persoon zonder het touw. Nou, laten we dat nou eens eventjes bekijken. Die katrol. Stel dat ik hier wil weten wat voor krachten hier opwerken, dan kan ik hem vrij tekenen uit zijn omgeving. En dat kan ook dwars door een voorwerp heen. Ik zal dat hier ook eens doen. Stel, ik teken even een stippellijntje van, dit is mijn grens als het ware. He, dit maak ik even vrij van zijn omgeving. Dus ik snij als het ware een stuk touw en een gewicht eraf. Aan deze kant snij ik een touw eraf en een persoon en een andere wereld. Maakt allemaal niet uit. En dit ding, dat ga ik eens even los tekenen. En daarvoor, even kijken, een schoon stukje papier. Ik teken hem nog eventjes. En dit is de katrol. Hier hebben we een touw. Daar hebben we een touw. En die had ik hier in feite doorgeknipt. Want dat was mijn wereld die ik wou bekijken. Nou is er natuurlijk een interactie tussen dit stuk touw en dat stuk touw waar dat gewicht aan hing. Nou, wat is die interactie? Nou, nu kan ik de kracht tekenen die op de bovenkant werkt. Want aan dit stuk touw wordt natuurlijk getrokken. En wel in die richting. Dus dat is nu die kracht. En hoe groot is die kracht? Nou ja, we wisten dat de zwaartekracht was van dat blok, dus die kan ik dan hier neerzetten. Dat is de zwaartekracht.
En aan deze kant heb ik dus een andere kracht, waarmee er ook in het touw getrokken wordt, of een andere kracht. In feite is dat niet een andere kracht, want dit touw, wat hier overheen loopt, wordt nergens geremd. Er is nergens wrijving, want de katrol die loopt altijd heel soepel. Dus, dat mag je ook onthouden, een touw die over een katrol loopt, de trekkracht in het touw hier is de trekkracht in het touw daar, dus hier hebben we dezelfde kracht. Nou, dus in feite ook FZ. En dat is dan de kracht van je hand. Oké. Maar goed, dit voorwerp, we hebben de tweede wet van Newton die zegt dat de som van alle krachten, in y-richting in dit geval, moet nul zijn. Want anders dan zou dit voorwerp gaan versnellen. Nou, en een katrol waar ik aan trek, die blijft gewoon op zijn plek staan. Hij gaat misschien wel draaien. Maar daar moet dus ergens nog een kracht omhoog zijn. Nou, waar wordt die katrol nou tegengehouden? Dat is hier natuurlijk op zijn draaipunt. Daar zit een asje in en dat asje dat duwt hem omhoog. En stel dat deze katrol op een plank vast zit, of dat hij aan het plafond hangt, of hij zit ergens, wordt hij hier in het midden, wordt hij door een asje tegengehouden. Nou, wat doet dat asje dan? Die duwt die katrol, die duwt hij omhoog. En ik teken hem al direct langer dan die twee. Want als ik al die krachten optel en ik moet op 0 uitkomen, dan moet die naar beneden, die naar beneden. Als die optel heb ik zo'n lange pijl, dan moet er ook zo'n lange pijl omhoog zijn. Dat is, nou ja, laten we dat dan maar even F2 noemen of zo. Dus dit is een VLS van een katrol. Een VLS van die auto, zal ik ook nog maar even doen. Dan teken ik hem dus zo. Zonder de weg. En dan zie ik hier een kracht. Hadden we al gezegd, de wegdek duwt de auto naar voren. Dit is als de auto gas geeft, dan gebeurt dit. Hij duwt de weg naar achter, dus de weg duwt terug. En we hebben van de voorkant hebben we nog luchtwrijving. En als die auto, in plaats van dat hij optrekt, maar met een constante snelheid beweegt. Dus stel dat ik teken dat even hier, V is constant. Bijvoorbeeld dat hij 100 km per uur rijdt. Dan is de wrijving even groot als de aandrijfkracht. De luchtwrijvingskracht en de aandrijvingskracht die zijn precies aan elkaar gelijk. Want anders dan zouden we nog een resultante kracht overhouden. Dan zijn niet alle krachten opgeteld 0. En dan zou die gaan versnellen. Stel dat die met een constante snelheid rijdt, dan moeten die twee dus precies aan elkaar gelijk zijn. Het VLS van een auto. Nou. Er zijn nog heel veel meer situaties waarin een VLS belangrijk kan zijn. Alleen maar te denken bijvoorbeeld aan, ik heb een keer een sommetje gemaakt over een fiets. Even zien, dat ging dan een bakfiets. En die bakfiets die zag er ongeveer zo uit. Even kijken. Hier zat dan het stuur. En hier de... Dit is dan het is een soort van damesfiets. Hier zaten de trappers. En dan zit hier het achterwiel. Hier het zadel. Hierop zit een persoon. Zo, hier staat hier de trappen, armpjes. En in de bak, hier zit een bak op, zo. Daar zitten dan kinderen. Die kinderen die wegen wat, dus die hebben zwaartekracht. Die persoon die weegt wat, die heeft een zwaartekracht. En zo'n enorme bakfiets kun je best wel modelleren met een heel simpel VLS. Dat zal ik ook even laten zien. Want wat willen we eigenlijk weten? Nou, bijvoorbeeld met welke kracht duwt er op het achterwiel en welke kracht duwt er op het voorwiel? Dat is bijvoorbeeld een vraag die je zou kunnen hebben. Nou, dan kun je hier vandaan een heel simpel VLS maken. Namelijk, mijn fiets, als we er even vanuit gaan dat gewoon één voorwerp is die niet vervormt, dan mag ik ook zeggen dat is gewoon een balk waarop hier een kracht werkt, waarop daar een kracht werkt, waarop hier een kracht omhoog werkt en daar een kracht omhoog werkt. En als ik die even lettertjes geef, bijvoorbeeld RB, en hier hebben we bijvoorbeeld F-kind, en dit is F volwassenen. Dan hebben we hier het VLS gemaakt
van een heel ingewikkeld ding met wielen en trappers en bak en met personen en kinderen en noem het allemaal maar op. En dat is dan eigenlijk een heel simpel VLS geworden. En in zo'n VLS kun je dus krachten tekenen, wat hier eigenlijk niet kon, om dezelfde reden als met die auto. Nou, dit is het VLS.